must be the luckiest alive. Jeroen. I'm in love with you. Goedemorgen. Goedemorgen. Het weegt wel veel, dus. Alsjeblieft. Merci. Dacht, kan ik er iets speciaal doen? Zet je. Dank je. De eerste keer in mijn leven dat ik van iemand zo'n ontbijt krijg. Dat is ook niet zo in mijn leven dat ik dat doe. Dus. Merci. Dat is graag gedaan. Gezellig. Ja, dank je wel. Ik voel mij eigenlijk niet zo goed omdat ik in mijn bloten zit. Oh, oh. Ja, oké. Ja, dat hij in zijn bloot in zijn bed lag, ja, dat is wel typisch. Zijn zotte kuren zijn zeker, ja. Maar je hebt toch koe opgepakt wat ik gisteren gezegd heb, niet dat... Dus ik moet durven, hè. Ja. En wat zou jij dan eigenlijk willen doen als je hier in Duitsland bent? Ik heb daar wel al over nagedacht, dat ik wel graag iets met mijn diploma zou willen doen. Nu ben ik eigenlijk op management. Ah, een manager? Ja. Ja, ik heb ook wel al alleen een keer gekeken voor stel dat ik nu mag blijven. Kan ik hier ergens in de toeristische sector ja, een stage of een zomerjob of... Al is dat maar iets kleins, gewoon ja. Dat deed wel wat met mij, dat ik zeg van ja, die heeft er echt een beetje een plan over gemaakt van moest het zijn, dan kan ik hier dit doen en dat doen. En ik vind die planning van haar, vind ik vrij wijs. Ik voelde mij wel ja, gelukkig, omdat hij dat wel apprecieerde precies. Dus dat deed mij dan ook plezier. Maar de actie van Severin gaat niet onopgemerkt voorbij. Ga ik even kijken bij Severin? Ja. Weeg. Die is daar. Weet jij waar dat Severin is? Nee. Aha. Ja. Hier is ze. Ah. Ah, nee. Dat is goed qua die. De volgende. Hoi. Ja, toen dan die andere meisjes erbij kwamen bij dat ontbijt, dat was van. In het begin moest ik eerlijk zijn, vond ik het niet nodig. Also, want dat was eigenlijk het moment voor Severin dat ze er de moeite voor gemaakt heeft. Meisjes, maar ik zit hier wel in mijn bloten, hè? Ja. Dat was niet gepland. Het gesprek was juist op gang, dus ja. Maar part of the game, hè. Mocht je bij mij zitten of zo, moet je niet wegrijden. En geweldig wie er nog een keer over nadert, wat ik gisteren gezegd heb. Gaan we proberen, ja, toch je hart te veroveren. Ja. Zou het mijn best doen om iets anders te verzinnen of op iets anders te komen dat ik misschien eens kan doen om hem te verrassen. Dat kan misschien ook wel komen dat ik ook eens een kans krijg om iets, hem te verrassen met iets, maar ik gun ze dat wel. Ik ga me allemaal samen douchen nu. Ik zit hier al in mijn bloten, dus. En dan gaan we beginnen met een dag en dan zullen we zien wat er mee uitkomt. Is het goed? Dat is een super idee. Ja. Severin? Ja. Kom een keer. Toen dan ze alle drie naar buiten gingen, was het zo van... Ja, zij heeft mij dat ontbijt gegeven. Die andere twee zijn er toen bijgekomen. En ik had er nog niet beet gestekt of een keer een zoentje gegeven of zo. En dat moest er voor mij alleszins nog bij. Ik kan hier die niet naar buiten laten gaan en gewoon zeggen van ja, merci. En het is goed geweest. Ja, dat hij me dan vastnam en eerst terugriep om mij nog een keer goed vast te nemen. Ja, ik vond dat wel heel tof. Dat was toch een teken dat hij het apprecieerde en het leuk vond. En ja, dat hij ervoor open staat om eventueel ja, verder te kijken. Dat is goed. Ja, dat is graag gedaan. Allee, tot z'n beet. Ik kan niet verlangen dat ze mijn gevoelens tonen en dat gewoon koud er tegenover zit van ja, oh ja mooi, ja, goed, ik weet het niet. Dus dat gaat niet.